Welkom, hallo, leuk dat je er bent. Welkom bij de livestream. We zijn met 1000 man en ik ben vandaag oprecht helemaal alleen. Ik dacht, weet je wat, normaal zou ik dit met Danny doen, maar ik had niet zo zin in Danny. Dus ik ben vandaag alleen. Vandaag, jongens, is een bijzondere stream, oprecht. We gaan vandaag de laatste dag voor Kika streamen. Dus ook de laatste dag dat jullie kunnen doneren voor Kika. En dat gaan we doen tot 9 uur. Ja. Tot 9 uur. En dan op het moment dat het 9 uur is, stopt het doneren. Maar ja, ik ben dus gewoon vandaag deze hele stream niet alleen, jongens. Danny, doe Emilio. Ja, dit krijg je niet. Ja, nu moet je Emilio doen, hè. Oké, één keer dan. Moet je zien, hè, dit. Dat heb ik toch? Zo. Gestoken. Wow. Hij wordt gewoon echt helemaal kapot gemaakt. Wordt nog een keer nageslagen hier. Hier vertoont hij enorm goede roleplay. Door gewoon echt naar buiten te kruipen. Oh, dat is heel ziek. Hele goede roleplay. En dan die agent die komt. Ik dacht echt van, nou, rot op. Wat is hier gebeurd? Nee, je mag even stoppen met kruipen. Je mag even je handen op je rug houden. Je bent aangehouden. Waarvoor? Die man ligt echt dood te gaan van de pijn. Ja, meneer, wordt hij aangehouden? Stop maar even met kruipen en doodgaan. Sta maar even op. Je handen even op je rug. Je bent aangehouden. Hoe is dat goed? Ja. Ik dacht even, wat gebeurt hier? Ja, ik zat wel te kijken van, oké, arme gast. Hallo. Is dat weer die guy met de motor? Hallo, meneer. Hoort u mij? Meneer. Ja, hallo. Mag ik uw motor? Nee, ik kan achterop als je... Meneer. Ja, wat? Mag ik uw motor? Nee! Meneer, ik ga het nog één keer vragen! Meneer! We gaan hem pakken. Hij gaat dood. Let's go. Hij gaat dood. Hij gaat dood. Oké, Max. Hier heb ik je op getraind. Hij gaat dood. Oké, welkom bij deze live commentary van de achtervolging. Max versus meneer die ons zijn motor geeft. En ondertussen poepslaan. Poepslaaf. Wim de Poep. Superleuk dat jullie dit doen voor het goede doel. Superleuk dat jij 10 euro doneert aan Kika. Dankjewel. Ik ga maar echt aftrappen. Je. Zou ik gewoon even zo'n sportcommentaat zijn? Ja, doe. Ja, we zien hier ook. Ja, we zien hier Max achter een andere motor aangaan. Zodat hij zijn motor kan stelen. Terwijl hij al een prima motor heeft. Hij heeft goed. Hij weet wat hij doet. Nou, er zit een pittige gap tussen. Zoals we dat in F1 zouden vertalen. Maar Max is een ervaren bestuurder. Dat is helemaal niet waar. En goede roleplayer. Dit kan jij prima. Hier heb jij voor getraind. Dan moet je in principe erop trappen. Oké, zou die hier gewoon vragen. Oh, hij pakt ze! Wacht! Wat doet hij? Pakt hij nou een wapen? Ja. Was dat een zaklamp? Een zaklamp of een bel of zo. Nou, als het een bel is, dan... Wat doet hij? Ik ben echt veel te ver om dat te doen. Ja. Pak rook. Nee, ik wil niet hier staan als ik rook. Kom op, kom op, Max. Als ik Sander ben, die spant er wat in. Hey, als je nou gewoon zo'n motor scoopt. Ja, maar mijn motor doet het niet meer. Nee, de laatste secondes van zijn motor. Huh? Motor, meneer, hij moet me gunnen. Motor. Toen ze 3 jaar oud was, heeft het overleefd. Kralen van het slot af! Of ik maak je door! Meneer, mag ik alsjeblieft de motor? Dan zullen we samen terug. Ik rij. Jij staat achterop. Nee, want dan ga je snel weg. Nee, ik beloof het. Hier, pinky promise. Mijn pink, hier. Meneer? Oh, meneer. Nee! Hoezo niet? Doe dan gewoon! Slash me. Pakt. Sleutels. Ah. Oh, wat doe je nou, joh? Hier! Dan ga ik achterop, hè? Ja, nee, dat is, ik zei het toch, pinky promise. Dat is toch precies wat je ook moest doen? Wie is het überhaupt? Gewoon echt een random gast. Ja, ik ken hem helemaal niet. Ik ken hem helemaal niet. Dus meneer, hoe heet u? Ik. Ja, jij. Delano. Delano. Ja. Kijk, Delano. Dus hoe is het met jou? Ja, hoe is het met je macht? Hoe heet u eigenlijk? Ik versta er gereed van. gewoon erop af. Ja, inderdaad. Denk wat ik. Wat is jouw naam dan? Mijn naam is Emilio. Ze noemen me ook wel een slechte rapper. Kan je een beetje rappen voor me? Eigenlijk wel. Maar ik kan wel proberen. Hier komt ie. Yo, oké, luister. Je heet Delano. Dat vind ik best raar. Ik heb je motor genakt. Dat is best wel gaar. Je stapt nu af, dan rijd ik snel weg. Dan sta jij bij de inbound zonder geld, dat is pech. Drop de mic. Stap van de motor af, nu. Hoezo? Gewoon. Wat ik het zeg. Ik rap het voor je. Ik heb voor je gerapt. Nice. Ik heb voor je gerapt. Wat wil je nog meer? Ja, ik wil mijn motor terug. Oké, als jij afstapt, stap ik ook af. Dus ik pinky promise hier. Net heb ik ook mijn pinky promise behouden. Ik promise, op het moment dat jij afstapt, ik stap dan ook van de motor af. Alleen ik moet de motor recht houden. Als ik eerst afstap, vallen we om. Je motor blijft niet staan, ben je gek? Goeie rol bij dit. Ja, dit. Snap je? Je wilt toch niet je motor beschadigd hebben, joh? Rij even naar een andere plek. Andere plek? Wat's up? Nou, oké. Hij is Hoe deed je dat? Ja, hoe deed je dat? Opstappen, hè? Huh? Hoe deed je dat? Hij is een god. Hoe doe je dat? Pak mijn motor maar, wacht even. Oh, nu voel ik me schuldig. Nu voel ik me schuldig, nu je zo verdrietig doet. Nee, wacht even. Nu voel ik me schuldig. Nee. Delano. Delano, nee. Hey, we kennen elkaar al lang genoeg. Kom op. Hey. Delano. Niet zo stom doen nu. Ja, doe eens even niet zo... Doe eens niet zo stom. We kennen elkaar lang genoeg. Je kan zeggen wat er is. Je kan je ei bij me kwijt. Delano. Wat? Wij kennen elkaar, kom op. Je kan je ei kwijt. Wat is er? Hoe voel je je? Ik weet je naam niet eens. Jawel, Amy, ik heb voor je gerapt. Ik heb mijn hart voor jou opengesteld. En dan doe je dit. Oké.
oké. Hoezo oké? Okay? Ja. Zeg waar je mee zit. Er zit nergens mee. Maar had je het al gehoord? Wat? Wat dat? Nee. Oh, wat een trappen mensen er ook. Wat kut is. Ja, dit is echt, oké. Okay. Niet te stoppen. Kijk maar naar mijn views. Ik ben de leukste streamer van het land. Jij moet hem gewoon... Liep je daar niet? Nee, hij heeft een nieuwe kapsel. Mijn motor. Wat zegt u? Dat is mijn motor, vriend. Is dat jouw motor? Ja, okay. Ja. Maar had ik het je niet verteld? Wat? Patat! Het is ongelofelijk dat iedereen daar intro. En ze geven precies de reactie die je hoopt dat ze geven. Ja, gewoon zo wat. Goed. Ik heb het momenteel niet beschikbaar en heeft momenteel geen zin in man die vervelend gaat doen. Opa Gerard, help. Ik heb deze telefoon net gevonden. Het was, help, Marcus is door Milio onder zijn motor gekomen. Help, ik ben in Milio, help. Nou, maar dat kan niet, want jij hebt Marcus wat plakkers. Jij bent een liegbeest. Nee, het is echt. Ik heb zijn telefoon niet gestolen. Ah, heb je... Oh, is je eindelijk dood, die plakkers? Dat werd tijd. Heb je hem vermoord? Wat zeg je? Heb je hem vermoord? Ja. Echt? Ja, maar ik wil het like zien. Naar het oude ziekenhuis, bovenaan. Oude ziekenhuis? Ja. Is goed, ik ben onderweg. Oké. Okay. Hij hangt ook nooit op, die gast. Wat is dat awkward, jongen? Echt. Oh. Nee, stop! Is het ook helemaal? Ik zweer als het Marijn weer is, hè? Dit is zo. Plast over mij. Dit klopt niet. Hij zei dat hij dood was. Gaat die bellen? Wat is het? Hey, Emilio! Hey! Je zei dat je dood was en hij... Ja. Nou ja, ik weet niet of hij dood was, maar... Maar hij was dood, maar hij leeft! Oh, dat niet. Oh, daar is iets fout gegaan, denk ik. Ja. Ga nog eens bij hem kijken, volgens mij was hij echt dood. Dat is echt heel kut. Komt hij ook weer aanrennen. Gerard is kut. Gerard is kut. Ben jij Jezus? Breng. Ik leef weer. Ik ben Emilio in het lichaam van Makkes. Ik ben een geest. Oh. Ik kom je halen, Gerard. Een geest voelt geen pijn. Nee, dat klopt. Nee. Geest voelt wel pijn. Oh, heel veel pijn. Heel veel pijn. Nog 5 minuten en 200 euro. Oh mijn god, nog echt nog maar 5 minuten. Jongens, doneer zeker nog even nu het kan. De lijnen gaan over 3 minuten dicht, besef ik nu. De lijnen gaan bijna dicht, jongens. Als je nog een eurotje kwijt wil voor het goede doel, je hebt letterlijk nog 3 minuten om te doneren. De timer die stopt elk moment, jongens. Doneer zeker als je het nog kwijt kan. Het hoeft niet, het is niet verplicht. We hebben al 3837 euro van de 4000 euro opgehaald. 4000 euro bijna. Op mijn kanaal is er nog meer opgehaald. En dan gaan we zometeen met jullie gaan we bekijken hoeveel er is opgehaald. De pot gaat over 2,5 minuut dicht. En dan kan er niet meer voor Kika gedoneerd worden. Dus doneer zeker nog even als je het kwijt kan. De laatste beetjes helpen ook enorm, jongens. Maar er is zoveel opgehaald. Het is echt belachelijk. Het is echt belachelijk, jongens. Oh, ik denk niet dat we het halen, maar we zitten er wel echt bijna. Iedereen, zoveel bedankt voor het doneren, jongens. Zoveel bedankt voor het doneren. Je ziet die laatste beetjes. Iedereen wil niet snel doneren, nog die laatste 30 seconden. 15. We gaan het net niet halen, helaas. Die 9 en die 4000, maar dat is helemaal niet erg. Oh, maar we zitten wel zo close. Oeh, we zitten zo close. En de potten zijn klaar. Donatiepot gesloten. Nu komen de laatste komen nog binnen, maar ik moet wel de link uit de beschrijving halen, jongens. Nee, jongens, dank jullie wel allemaal voor het doneren. Donatiepot is gesloten. Echter missen we nog een paar, dus dan weet je wat ik dan zeg? Wie ben ik om te zeggen, we stoppen hem. Kijk, hij is gewoon behaald. Hier, 4000 euro. Nu mag hij dicht. Nu mag de pot dicht. Je moet een handstand doen. Pot gesloten. Enorm bedankt. Wow. En we zitten er ook gewoon dik overheen nu, hè? Oké, komt zo goed. Ik moet even kijken hoe we dit gaan fixen nu. Oh ja, zo was het, hè? Doe het gewoon vanaf... Oh, deze. Dit. Stuur die even door. En dan gaat er even geteld worden voor het eindbedrag. En dan gaan we die zo zien. Hoe bizar is dat? Oh, dat moet natuurlijk alles zijn. Wat? Ja, we hebben... Kijk, dit is voor nu. Ja. Maar we moeten alles hebben van jou. Ja, we moeten alles hebben. Ik was straks echt heel erg aan het showcase. Maar het zeggen, ben je nou gewoon aan het flexen met je playbutton? Oh, ik word gebeld. Door Jordi. Hey, Hutsie. Hey. 4000 sowieso gehaald, maar ik heb een gunst van een paar mensen. Je hebt een gunst? Ja. Ja? Of je wat leuks wil doen. Waar?
Op stream? Ja, altijd. Een Fortnite dansje. Nee. Jordi, nee, dan komt er een gif van. Dan gaan gifs... een Fortnite dansje doen! Dan gaan gifs... Dan gaan gifs er komen, dan gaan... Alles gaat kut daarvan zijn. Jordi, ons hele leven gaat dat gewoon ons achtervolgen, hè? En of ik wil dat jullie Fortnite dansje gaan doen. Oké, misschien zo. Ik hou het je aan, hè? Ja, is goed. Bram had het wel gedaan. Zet die in een hoekje. Ja, maar kijk wat er van Bram is gekomen. Die gif gaat echt op een seconde gaat hij rond. Oeh. Laatste. Dan zijn de poppen. Mark. Doe de vogel. Ja, ja, ik heb al Fortnite dansje gedaan. Ik heb al mijn cringe aan de kant gezet. En of je doet... Jij moet nog een handstand doen. Het is weer tijd, jongens. Ik kan geen handstand, jongens. Het is weer tijd. Je voet je hier tegenaan en dan word je doorboord. Doorboord door twee spijkers. Twee spijkers. Dan sla je die door mijn tenen heen en dan sta ik vast. Sta je vast, ja. En dan zijn we klaar. Okay. Nou, jongens, de handstand van Danny. Het is nutteloos. Het is echt heel nuttig. Ja, echt maar pas op dat je mijn plafond niet aanraakt en pas op dat je zelf niet doet. Oh, hij zat precies met zijn teen. Ja, we hebben hem, jongens! We hebben hem! Nou, hij heeft oprecht handstand vanavond voor de 4000 euro. Ja, en nu zijn we klaar met de cringe. Wij gaan nu met z'n allen kijken wat dat bedrag is. Ik vind het super vet. Ik heb er nu al zin in. Ja. En we gaan een filmpje kijken. Daar komt het is jongens. Het moment van de waarheid. 3, 2, 1. Go. Oké. Ik ga mij samen met veel andere Roerveen creators inzetten voor een speciale soort kanker, namelijk kinderkanker. Elk klein centje helpt in mijn mening, dus... Ik doe het dus mee. Met Roerveen voor Kika. Wil jij kijken of ze hem horen? Jij moet checken of ze hem horen. Oh my god, wat is hier gebeurd? 50 euro en 3 euro van Keanu en Shanna. Hm? Je kan toch geen beter begin van de stream voorstellen dan dat er al zo'n mooi bedrag is gedoneerd voor Kika. Wauw, wauw, wauw. 50 euro van nobody. Hashtag voor Kika. Ik denk Kika. 50 euro, ongelooflijk. Het gaat echt, echt naar een heel goed doel. Dus dankjewel, Yvonne. Ja. Insane. Sander en Tobias deden ook mee. Gaming Jeroen met de 100 euro donatie. En hij zegt wat voor het goede doel. Een hartje in de chat voor Jeroen, jongens. Super tof, dankjewel Jeroen. Insane. Dankjewel. Floris. Waarom moet je lachen als je eerder zit? Euro-donatie. Dat is ook, met de testfilm moet je ook al lachen dat je eerder zat. Daarom deze bijdrage, want niemand hoeft meer aan deze ziekte te lijden. We hebben gewoon 2000 euro gehaald, hè? Hele goede stream. Het blijft echt de beste van Nederland. En niet naar nieuw opkomend. Echt goed. Nee. Daar komt ie, jongens. Het eindbedrag. En dan nu. Spam het in de chat. Okay. Hashtag Roerveen voor Kika. Ik ben nog echt benieuwd, want ik ja, ben de laatste daar gaan we. We hebben opgehaald. We hebben 0 cent. Oh. Oh. Is net al we hebben 10 cent opgehaald. 5 euro en 10 cent. Oh. 5 euro en 10 cent. 205 euro. Komt ie. Hey! 7000. 205 euro met z'n allen, jongens. What? Dat is oprecht zoveel geld. Dit is zoveel geld. Jezus Christus, jongens. Mensen. Een applausje in de chat. Applausje voor jezelf. Hartjes. Die we confetti gewoon... ook. Het is gewoon een feestje. Ja, ik had het confetti niet hoeven doen. Nee, ja, zoveel dit... geld. Oh ja, dat was natuurlijk nog meer. Explainer uitslag. Ja. Lees het maar even goed door. En nu, alle streamers apart. Nogmaals bedankt. Jullie zien ze één voor één. In beeld komen. Hoeveel uur ze hebben gezien? Bjorn, hoeveel views? Bjorn heeft gewoon 8 uur gestreamd. Best wel veel. Jongens, dit is opgehaald. Wauw. Ik zou nog even een kleine backstory geven. Op kika.nl heb ik een actiepagina gestart. Genaamd Roerveen voor Kika. En dan vragen ze, wat is je doel wat je wilt bereiken met deze actie? Ik heb 500 euro ingevuld. 7000. Ja, dat is toch dat lijkt echt, veel. Dat is echt heel veel. Als je zo'n initiatief begint en met z'n allen eigenlijk joint, dan verwacht je dit niet. Elke streamer heet... geld opgehaald. Ja, dus geen enkele streamer die niks heeft opgehaald. Ja, en dat is echt wel heel bijzonder. Dat is het beste aan de eliminatie.